De stichting Fiti Fubini heeft gisteravond haar traditionele fakkeloptocht gehouden. Elk jaar wordt aan de vooravond van de 1 juli Kitikoti-viering deze optocht gehouden. Het doel van deze fakkeloptocht is het gedenken van de voorouders van de Afro-Surinamers die vanuit Afrika naar ons land gebracht zijn. De loop is gestart bij het Kodjo Mentor en Presentplein aan de Heilige Weg. Voorafgaand aan de optocht is er gebeden voor de zielenrust van de voorouders die tot slaaf gemaakt waren en voor de welvaart van Suriname. Conferencier Obed Kanapé bracht de aanwezigen in de juiste sfeer. Maar mek atru fen empasi, mek atru fen empasi, so many yari, we pray along ki kontansi. Breni manga tofu mangdi ye pray kibri kibri, hopo you ay, aksi you sevi. Sande leri fu atek, fu eside, fu tide, nanga sautu wini uwani hitama. De fakkelloop ging vanaf de Heilige Weg via het Onafhankelijkheidsplein en Fort Zeelandia richting de waterkant. Onderweg spraken wij met de voorzitter van de Vals, Marcelino Nerkust, en de voorzitter van Stichting Fiti Fubini, Cortensia Sumter Griffith. Omdat we tegen de grand wang voor nu, bigi grand tangi, voor akati bossa de be abi, de omendi 100 jaar before. We tegen de grand tangi, voor ap tengsa ude, dat de kraka umbaka, en dat de sa kraka umbaka moro fara, voor du apis roko sa de belibif du, dat usa due moro fara. Na me shita ki desma kom op tuti de ma a grupa no bigi so. No, a bigi anona belangrijkste. De wansan de e usapta kwa lo activiteit de tu. En me hoor rekening nanga dati. En dat mek we tegi den grand tangi fu de wansan kraka umbaka. Ma kan de trawan de tu sabwa umbaka nanga unu. Ma des dona kwa ku e wakti unu. Des uprata wrokop chinso. Cortensia Sumter Griffith, voorzitter van de stichting Fiti Fubini, gisteravond tijdens de traditionele fakkelloop die voor de 9e keer is georganiseerd. De loop eindigde bij het Kwakuplein. Daar werd er dank uitgebracht aan de voorouders dat zij er als ruggensteun zijn voor de nazaten. Ik van wat naar Kouru. Als u alles aan moet Kouru geven. Oma Marie Starke heeft haar werk, namelijk het dankbrengen aan zij die ons voor zijn gegaan, overgedragen aan Agnita Jozefszoon.